Net voor het inrijden van de Kennedy-tunnel merkte de laatste vrachtwagen de file te laat op en hij boorde zich in de voorgangers. De meeste bestuurders en passagiers raakten bij het ongeval licht gewond. Maar enkel voor één chauffeur, een 75-jarige man, kwam alle hulp te laat. Omstreeks 9:30 kopstaart, ongeval met 3 vrachtwagens betrokken, 2 personenwagens. Daarvan is 1 personenwagen tussen 2 vrachtauto's letterlijk verpletterd geweest en daar is een dodelijk slachtoffer in gevallen. We hebben dan bij aankomst de lichtgekwetste slachtoffers overgegeven aan de ziekenwagen. De bestuurder van het voertuig was spijtig genoeg reeds overleden. Het verkeer richting Nederland zat muurvast, omdat de politie niet anders kon dan alle rijbanen af te sluiten. Toen wij hier toekwamen stond eigenlijk alles vol. Dus er stonden ook vrachtwagens en personenwagens op het linker rijvak. Dat hebben we ondertussen terug kunnen vrijgeven. Maar de mensen van de brandweer voor de persoon te bevrijden hebben toch wel het tweede en initiële derde baanvak nodig gehad. Ja. In de richting van Gent ontstond er een file vanaf Sint-Job. En in de richting van Nederland stond het verkeer stil vanaf Kruibeke. Daarbovenop gebeurde in de Beverentunnel en op de E34 en de E313 ook nog eens ongevallen. Wat de verkeershinder rond Antwerpen compleet maakte.